Binnen USG People hechten wij heel veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zien onze rol veel verder dan de enge bedrijfseconomische rol die we vervullen. En wij hechten bijvoorbeeld heel veel belang aan thema's zoals diversiteit. La persona es importante y no necesariamente d'autres aspects que son importants privés, mais pas nécessairement au niveau professionnel. Binnen USG People is er eigenlijk echt de afspraak gemaakt dat wij klanten en ook kandidaten een beetje willen opvoeden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en diversiteit. In die zin dat wij absoluut niet willen meedoen aan enige vorm van discriminatie. USG People staat zeker open voor andere nationaliteiten binnen de groep. Ikzelf ben Turkse en ik ben hier heel hartelijk ontvangen. La diversité chez USG People est important. Il y a beaucoup de sociétés qui en parlent, mais qui n'en font pas grand-chose. Et chez nous, en interne, on en fait quelque chose. Wij doen dat ook bijvoorbeeld voor een organisatie als Youth at Risk. Dat is een VZW die jongeren die van het rechte pad zijn afgeweken en die met justitie in aanraking zijn gekomen om die terug op het rechte pad te krijgen. En ook daar is arbeid een cruciale factor. Wij zijn veel meer dan een makelaar op de arbeidsmarkt. Wij maken ook de arbeidsmarkt op een aantal momenten, omdat wij ervoor zorgen dat mensen die in die flexibiliteit willen stappen, ook de juiste flexibele jobs vinden. Wij hebben voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld na pensioenleeftijd kunnen blijven doorwerken op hun vraag. Wij hebben mensen met een arbeidshandicap aan het werk. Wij hebben allochtonen aan het werk. Wij maken daar intern echt wel werk van. Heel recent hebben wij nog een werkgroep opgericht om te kunnen zien hoe wij milieubewuster kunnen werken. Dus in dat opzicht is het een fantastisch bedrijf, vind ik persoonlijk, omdat die maatschappelijke rol gecombineerd wordt met een rol als normaal bedrijf om winst te maken.